the American Corner para Maribo van de Amerikaanse ambassade en de Green Heritage Fund vragen aandacht voor klimaatverandering. Dit doen de organisaties in verband met de Dag van de Aarde, die morgen 22 april wereldwijd wordt herdacht. Om mee te helpen aan de nodige bewustwording hebben de organisaties gisteren een filmavond over dit thema in TBL Cinemas georganiseerd. Monique Pohl, directeur van het Green Heritage Fund, zegt dat de vertoonde films gaan over de verdwijnende zoetwaterswampen in de Verenigde Staten. Dat komt onder andere door klimaatverandering. Na die films zullen wij als Green Heritage Fund dan een klimaatquiz doen om mensen een beetje meer te leren over klimaatverandering. En het een leuk en educatief element eraan te verbinden. Dus dat is eigenlijk vanuit de Green Heritage Fund Suriname wat er gaat gebeuren. Wij zijn sowieso bezig ook met klimaatveranderingsactiviteiten, vooral educatie, waarbij we op dit moment naar scholen gaan en met jongeren werken om ze meer te leren over klimaatverandering. Dus er is sowieso van ons uit een follow-up en ook vanuit de samenwerking met de American Corner is die follow-up er ook. Jacqueline Moore, Grants Officer van de Amerikaanse ambassade in Suriname, zegt dat klimaatverandering gezien moet worden als een groot probleem waarover er nog niet voldoende begrip bestaat. Als voorbeeld zegt Moore dat in de Verenigde Staten mensen elke dag getuigen zijn van klimaatverandering. We are very interested in trying to combat climate change and to talk with people around the world about resilience to climate change. And so the United States government supports programs like this. We're doing this in honor of Earth Day, but really every day should be Earth Day. So Earth Day is officially April 22nd, so it will be this Saturday. And this is a day since the 1970s where we've been celebrating the Earth and talking about the environment and checking in on how we're doing in preserving the environment. But realistically, climate change has become such a pressing issue in the world. It's affecting our food supplies, it's affecting our health, it's affecting the biodiversity, which in itself is also affecting what we can produce. There's so many different things that come out of the forests in the Amazon region, for example. Moore benadrukt dat de Amerikaanse overheid graag programma's ondersteunt die de bewustwording over klimaatverandering op gang kunnen brengen.